In dit filmpje bespreken we de strategie zelf en starten we met de bouwstenen. Dus de strategie bestaat uit diverse bouwstenen, zoals tijdsfilters, signalen, etc. We zien even hoe dat in elkaar steekt, theoretisch, en in het filmpje erna bouw die echt van scratch. Eerste bouwsteen of aandachtspunt is het timeframe. Op welke grafiek werken we? Werken we op een 30 minuten grafiek, een tick grafiek, een uur grafiek, een dag grafiek? Dus we kiezen steeds voor iedere strategie een timeframe. Ook een richting. Dus normaal gezien, ja, denkt men, ik ga kopen als het stijgt en verkopen als het daalt, short als het daalt. Maar je kan ook strategieën ontwikkelen puur gericht op stijging bijvoorbeeld. Dus welke richting kiezen we voor onze strategie? Long, short of long and short? En dan een derde bouwsteen. Wat is het instapsignaal? Ga je kopen omdat die MACD opwaarts kruist of omdat de RSI wijst op een oververkochte situatie? Wat is uw instapsignaal? Een uitstapsignaal. Oké, ik ben nu in positie. Long en met dit instapsignaal, wanneer stap ik uit? Na een koersdoel of na een stop bijvoorbeeld of na x minuten? En aanvaard ik wel degelijk alle signalen? Of filter ik? Zeg ik bijvoorbeeld, kijk, ik bepaal eerst de hoofdtrend via een paar indicatoren. En als er een signaal is in de richting van die bepaalde trend, dan pas stap ik in. Dus met andere woorden, filter ik mijn signalen, ja of nee? En dan tot slot de zesde bouwsteen, ook belangrijk. Mijn bescherming. Wat doe ik als mijn trein echt verkeerd loopt? Wanneer sluit ik mijn positie? Of liever, waar plaats ik mijn stop? Dit zijn zes bouwstenen die we in het Future Station nanoplatform inbouwen. En deze zes bouwstenen worden door de Meta Sentimenter, een soort superindicator, ingelezen en beheerd. Dus de Meta Sentimenter neemt alle input van die zes bouwstenen en zet dat in, of liever zet dat om, naar een instap en naar een uitstap met bescherming van de positie. De zes bouwstenen die we nu theoretisch even bekijken en in een volgend filmpje daadwerkelijk ook toevoegen. Dus wat de strategieën betreft, de Trading Range Index Scalper op indices, werken we steeds op een 30 minuten grafiek. Welke richting? Wel eenvoudig, we gaan en long en short. Dus we gaan in beide richtingen werken. Stijgende beurzen, dalende beurzen, we zijn actief in beide richtingen. Derde vraag, op basis van welk signaal stappen we in? Wel, hier stappen we niet in op basis van een signaal, maar op basis van een range, een koersvork die getekend wordt. En we noemen dat de high-low time. Dit is een indicator, een express, dat we zeggen op maat ontwikkeld voor onze klanten door de helpdesk van Self-Invest. En het is een kanaal dat getekend wordt op basis van tijd. Dit kanaal bijvoorbeeld wordt hier getekend van, we zien het hier in het lichtreis, van 8 uur tot 9 uur 30. En als de koers uitbreekt uit dat kanaal, dus feitelijk 8 uur tot 9 uur 30, 10 uur, de beurs zoekt een beetje zijn richting, je hebt de openingsvolatiliteit. We zien het hier heel duidelijk, de koers zoekt wat zijn richting, er wordt een kanaal getekend, en dan is er die uitbraak. En een scalper die neemt een kort deeltje van die uitbraak, ook hier. Het kanaal wordt getekend, kort deeltje van die uitbraak en de scalp wordt gerealiseerd. Dus we tekenen de range en bij uitbraak uit de range stappen we mee. Dus dit is het instapsignaal. Wanneer stappen we uit? Wel, als het koersdoel bereikt is. We zetten een heel kort koersdoel, een paar punten. Dus we zien het hier, we stappen in en een paar punten lager wordt het gesloten. Doorgaans lukt die trade wel in de juiste richting, maar als het niet zou geschieden, dan willen we redelijk snel die positie sluiten. En redelijk snel is sluiten na de volgende periode. Dus hier trade 1, uitbraak
korte tijd gelukt. De dag erna, trendkanaal wordt getekend. Een uitbraak, we openen een positie. Helaas, de koers stijgt niet door om de winst te nemen, maar daalt. Op de volgende positie, de volgende periode, sluiten de positie en beperken we aldus het verlies. Dus twee uitstapmogelijkheden, of koersdoel bereikt, of de periode erna. En handelen we altijd bij een uitbraak, of filteren we? Ja, we passen een filter toe. En we zijn daar redelijk streng in. Concreet, we zien het hier geïllustreerd, hier op de mini Nasdaq. We plaatsen drie trendindicatoren. Een supertrend, een directional index en een MACD. Dat zijn drie trendindicatoren die elk op hun eigen manier de trend berekenen. En soms hebben ze alle drie dezelfde mening. En dat zien we hier. Groene zone wil zeggen, kijk, die supertrend is positief. Groene zone hier, de directional index is positief. En groene zone hier, ook de MACD is positief. Wel, als die alle drie positief zijn, dan mag er gekocht worden. En is er een opwaartse uitbraak, dan gaan we mee. Dus hier alle drie groen, enkel long. Hier zien we ook de zones, dus de range wordt getekend. Alle drie groen, dit is een groene zone, een overeenstemmende zone met de drie indicatoren. Hier mag opwaarts gedraaid worden. Dus de filters bepalen de richting, of long of short, als ze alle drie dezelfde overeenstemming hebben. En als er een uitbraak is in de richting die overeenstemt, dan pas wordt er in de markt gegaan. Al dus beperken we het aantal trades, maar treden we echt in de goede trend. En de zesde stap, de bescherming. Er is reeds een initiële bescherming, loopt de trend verkeerd af, dus hier bijvoorbeeld. Hier wordt het koersdoel gehaald, maar moest het niet behaald worden, dan zal de tweede periode de trend afsluiten. Dus het zijn maar korte trades. Nu, het zou kunnen zijn dat die tweede periode een heel forse daling is, dus plaatsen we toch een vaste stop. Dit heet een fixed stop, een vaste stop, maar we plaatsen die zeer ruim. Mocht u die te dicht plaatsen, dan zou die meer aangetikt worden, meer uitgevoerd worden en zou we toch veel kleine verliezen hebben die uiteindelijk ook voor een groot verlies kunnen zorgen. Dus beschouw het eerder als een beschermingsstop. Mocht het heel snel verkeerd lopen, dan sluiten we af op dit niveau. De zes stappen. De stop. De filter. We filteren de trend met drie trendindicatoren. We stappen uit naar koersdoel. Of als de koers keert. Of als de koersdoel niet bereikt wordt gedurende twee periodes. Instappen bij een uitbraak in de richting van de trend. En de richting, we handelen in beide richtingen volgens de gefilterde trend en op een timeframe van 30 minuten. Dus dit is de strategie, de zes bouwstenen van de strategie zelf.